Frank van Molsjoe, welkom weer bij gloednieuw. Dames en heren, het is vandaag zover. Ik heb de nieuwe Seat Lambobietje uit 19 nog wat eens overgekocht. Met een bad eend erop. Tune in! Maar voordat wij deze eindelijk op de weg konden krijgen, moesten wij nog heel wat dingen gaan doen aan dit bakbeest. Door de keuring heen krijgen, bepaalde dingen fixen van dit ding. Want dit ding was één bak met roest. Nog steeds, maar maakt niet uit. Dus laat ik even teruggaan naar het verleden. Let's go! Ik en Monster Dad hebben net de APK rondgekregen. En hij is goed gekeurd. Oh, hier staat hij. Seat Lambobietje. Met het ruitdak er nog. Ik was zo blij met deze auto, jongen. Het leuke is dat hij rood is. Doet mij gewoon denken aan de Nissan Micra. Ik heb een auto. Dat is het ding, op. Zo, Seat Ibiza met een ingeslagen raam. Hij doet het. Meteen gaan. Rij maar even terug. Verder. Mijn god. Nou, dames en heren. Dit is hem dan. Zo, wat een brute tank, jongen. Volgens mij zie ik dat die riem heus niet geschimmeld is of zo. Dat jeetje, zieke carbon fiber vlekken erop. Dames en heren, we zijn bij de autowasstraat gekomen. En ik vraag me heel erg af. Ja, hij is natuurlijk heel erg vies zoals jullie zien. Ja, hier alles is heel vies. Velgen blinken helemaal niet. Moet wel shinen. Die velgen zijn ook duurder dan de hele auto zelf, maar maakt niet uit. En hij is, ja, zoals jullie hier zien. Monster. Sup. Ja, dit is echt zieke viesheid. Ja, hierachter ook. Ja, niet meer meer, ja. Vogelpoep. Maar dames en heren, nu ga ik hem wel door de wasstraat heen doen. Normaal ga ik zelf altijd mijn auto schoonmaken. Dan vind ik zelf ook gewoon leuk. En het is altijd beter om met de hand schoon te maken. Maar deze keer ga ik door de wasstraat. Want ik weet niet zeker of dit raam het hout überhaupt. Of hier water doorheen komt. Want het is met tape afgesloten. We zien het wel. We gaan ervoor. En anders spring ik hier achterin. En er is ook nog een ongelukje gebeurd. Die hele azijnfles die Romy heeft gepakt om schoon te maken. Ja, die hele azijnfles is gelekt. Dus die is helemaal leeg zoals jullie zien. Dus de auto ruikt letterlijk naar McDonald's salade. Azijn. Wasstraat in. Let's go. Komt hier water doorheen. Dames en heren, dit wordt een zwembad. In de auto. Nou, dames en heren, daar staat het ook. Motor aan, versnelling vrij. Nou, hier gaan we dan. De horror komt ten einde. Kijk, de motorkap wordt nu gedaan. Dit vind ik nog niet zo erg. Maar daar dadelijk, er wordt aan de zijkant gespoten. Ja, dan stressen komt dit, jongens. Dit is, regende k***. Ja, hier ben ik echt bang voor, jongens. Ik ga gewoon hier zitten. Eigenlijk wil ik wel liever die wimper zo ineens. Juut. Ik ga het gewoon doen. Juut. Dat moest gewoon gebeuren. Dat is gewoon leuk. Daar komen die twee tieten aan. Wow, hier komt het. Ik ben bang voor dit raam. Ik ga aan deze kant zetten. Als dat raam breekt, jongens. You're my enemy. And you too my enemy. Je zit er echt bij. Jij ook. Als mensen hier op die camerabeelden gaan kijken, die denken echt wel een randebiel zit hier in de auto te doen. We zijn nog safe, dames en heren. Je kunt er gewoon uren naar kijken, jongens. Maar als ik die deur even open doe. We zijn er goed vanaf gekomen. We zijn echt wel gesaved hiermee, hoor. Dus ja, bijna huilen, maar steeds schoon. Ik heb wel wat druppels te pakken, maar het is nat hier, maar het gaat. Ik voel hier allemaal water komen bij mijn knie. We zijn nog het einde. We mogen hem nu aandoen over 3 seconden. Maar ja, ik doe hem alvast aan, want ik weet dat ik vast hier kom te zitten. Hoi! Ja, hij wil weer niet aangaan, jongens. En ik moet al lang gaan. Oh, wat een gezeik. Hij doet het. Je weet nooit of hier levend uitkomt. Met de Seat Lambobietje. Voilà, dames en heren. Kijk eens. Splik, splinter, splint, patijn. Nieuw. De velgen glimmen. Nog steeds duurder als de hele auto. De koplamp is nog steeds wazig, maar maakt niet uit. Het raam is minder onder vlekken, ja. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Prachtig. Maar dames en heren, ik heb zieke tuning voor de Seat Lambobietje gehaald. En dat is... Eerst een brandblusser. Want dit ding vliegt gegarandeerd één deze dagen compleet in de fik. Ja, niet maar gewoon voor het geval dat. Het is gewoon leuk om hiermee te spuiten. En dan een carstuur, wat het heel sportief maakt. Een Lambobietje. Let's go. Dit is het stuur wat er nu nog om zit. En dit is de nieuwe carstuur. Voilà, dames en heren. Holy tieten. Kom ik aan in Mercedes. Ja, jongens, zo'n stuur is toch altijd wel heel dik. Heb ik ook bij de Audianus gedaan. Maar ja, prachtig dit ding, jongens. Het is gewoon een klein detail, maar maakt wel heel dik af. En dan het laatste ding waar we de hele tijd moeite mee hebben. En dat is een complete deur voor de Seat Ibiza Anus. Ja, jongens. Na zijn brandblussen hebben we een complete deur.
Ja, want dit is wel nodig, want dit raam kan gewoon naar beneden. Maar ja, dat raam daar met dat tape en alles, dat is dus helemaal kapot. En dat ligt aan het motortje die erin zit, die regelt natuurlijk of het raam omlaag of naar omhoog gaat. En dat motortje is stuk, daarom zit de tape om dat raam gewoon altijd dicht te houden. Als je tape weghaalt, dan juut. Maar ja, laten we even gelijk die deur erin pompen. Let's go. Merk wel dat de schakelbak van dit ding soms wel echt even... Hoorden jullie dat? Jeetje, dat is gewoon niet eens... Dat is gewoon normaal doorschakelen, ook normaal koppeling gebruiken. Hoort erbij, is een fabrieksoptie. Extra bas tuning in de motor. Zo, mooie snoek hier, dikke oldtimer. En we zijn met de garage aangekomen. Merci voor. We gaan die deur er even inbeunen, want het motortje is kapot, toch, wat je zei? Nee, het mechanisme is kapot. Motor is goed. Oh, het mechanisme ervan. Zo, de hele deur is er al uit. Tuning. Zo, kijk, de raam dan. Het is gewoon allemaal tape, hè, dat witte. Tapeafslag, zooi. Het raam zit er bijna in. We hebben hem even met wasbenzine even lekker erop gedaan. En dan even lekker goed weggekrast. Het helpt wel, maar ja, het blijft natuurlijk krassen en van dat plakzooi erop zitten. Maar ja, oh, hij doet het. Zo, dames en heren, hij doet het officieel. Ik ga niet meer bij elkaar. Hebben we die ook weer gefixt? Gaan we nu even door naar het volgende onderdeel. En dat is het laatste onderdeel. Dat is even mengsmering tanken. Oké, dames en heren, dan is het nu tijd om te tanken. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoeveel hierin gaat. Hij is na één blokje leeg. Dus nog één blokje en dan zou die leeg zijn. Dus ik ben benieuwd hoeveel liter er eigenlijk in gaat. Huilen dit weer. Daar sta je dan, niks te doen en geld kwijt te raken. Diep hooi. Nu we toch staan te wachten, dames en heren. Heb je nog geen zieke Monster merch? Ga dan zeker naar monster.nl voor zieke merch. Ik ben echt bijna bereid. Ja, bijna bereid. Maar ik zie dagelijks vloggen echt in de toekomst heel leuk worden op het kanaal Monster. Ik ben bang in de winter hoe het dan is met de content. Want ik maak real life content. Oké, hij is helemaal leeg. Jongens in de ochtend, be live. Jeetje, er is toch nog 35 liter in gegaan. Dus ik schat, dus na zo'n blokje dan gaat er nog ongeveer 5 liter. En dan 40 liter in totaal gaat er in zo'n volle tank in een Seat Lambo Pizza. 61 euro. En dan heb je waarschijnlijk weer het punt dat je geen bon krijgt. Dan heb ik een bon nodig om het te boeken. Nee joh, ja tuurlijk joh. Ja, oh, huilen dit. En dan krijg je weer geen bon. Ja, dan krijg je weer die foutmelding. En als het goed is, gaat de tank nu helemaal sexy omhoog. Wauw. Jongens, ik ben nog op privéterrein, dus ik kan dit nu nog zeggen. Maar wat wel heerlijk en prachtig heerlijk is aan deze auto. Hij piept niet, zoals de Audi een tijdbom afgeeft als je je gordel niet omdoet. Maar dit ding geeft geen luchtalarm af als je je gordel een keer niet omdoet. Prachtig. En dan begonnen wij nu met de grootste tuning. En dat is de monsterogen op de Seat Lambo Pizza te zetten. Boom, we hebben hem. En dan last but not least, boom. Eén blijft zitten, jongen, want op de snelheid dat ding gaat tekeer. Kees Jansen! Goedemiddag. Wat vind je van mijn nieuwe auto? Ik vind dat deze wel maar. Ik heb die badteent ook op Thomas, jongen. Dat is fucking geil. Ik over de snelweg, jongen. Bijna dat ding eraf, jongen. Die hele eend. Ik denk dat stijgt toch op de snelweg. Bijna eraf, jongen. Niet normaal. Oi, 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 oi. Ja, dat is flinke schade. Hoe is het gebeurd, Kees? Ja, nou het was steeds splitsing. Ja. En ik zat naar de linkerkant te kijken. En toen stuurde ik te ver naar rechts. En ja, er stonden van die paaltjes heel dicht bij het wegdek. En daar knal ik tegenaan. Ja. Mijn propeller is eraf gevlogen. Kees, je propeller is eraf gevlogen. Nee. Wat eet, ja. Huilen dit. Hoor dat wij gaan zeudeboeden. Gaan wij de aardbeien drive in. Ik neem een smoothie pokeball. Ik neem gewoon aardbeien en chocola. Aardbeien en chocola. Tune. Kijk, hier heb je een tankstation. Moet je hier praten of... Nee jongen, deze is kapot. Het is gewoon... Oh. Oh, tune in. Hi. Eén keer de aardbeien chocola wit en één keertje melk. Kan er nog iets? Ik wil ook aardbeien wit en melk. Zo, kijk eens aan. Dankjewel. Zo, hey, kijk dan wat zieke legervoertuigen hier voor ons rijden. Zo, hey, kijk dan wat een unit hier. Zo, die zit ook helemaal ingepakt, hè? Ja, dat, vrije ramen. Ja, niet normaal, joh. Zo, hey. Tune in met mijn bad eend. Nou, de Seat Lambo Pizza staat. We gaan je de boule. Dat is Frans, hè? Zeker. Je de boule. Croissant. Croissant, drop maar croissant. Boah, mooi drie ballen erbij. Kees, welk nummer heb jij? Nummer 2. Huh? Kees, laat mij bij jou komen. Ja. Oh, ik heb 1. Oh, ik heb 1. Ik heb 1. Ik identificeer mij als nummer 2. Ik heb 1.
Kijk eens aan, team 1 versus team 2. Ik ga tegen jou, jongen. Ik ga verliezen, jongen. Ja, wie er wint, krijgt die Vespa daar. Ja. Kees, wie had er gewonnen? Ja, Becca. Suu! Met Jeu de Boele wou ik altijd op dit doen. Gewoon zo. Zo. Oh, genieten dit. Oké, dames en heren, Romy is aan de beurt. Het balletje ligt nu daar. Hebben we er vertrouwen in de horen? Als Romy gooit. Ja? Nee, we gaan er gewoon voor. Romy, jij kan dit. Romy, kom op. Daar ligt ze dichterbij die van hun. Kom op, Romy. Oh. De laatste. Oh. 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 Legpik. We gaan nu tegen Romy. Oh. Oh. Oh, gaat van de baan af. Zo. Oh, 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 oh. Zo. Ja, nu jij, Romy. Oh nee. Oh nee. Dit is ons bal, dus die van de meiden. Oh, we hebben wel gewonnen. Dit is iets dichterbij. Kunnen jullie dit zo niet, hè? Jawel. Kees en ik gaan binnenkort ook op vakantie naar Rodos, toch? Rodosos. Wat, welk land is dat? Hoofdstad? Griekenland. Dat is ook niet eens de hoofdstad, hè? Ik ga topo vragen, moet je bij mij niet zijn. Rodos is niet de hoofdstad van Griekenland, hè? Nee. Dat is Athene, ja. Nee, dus als wij twee in het vliegtuig gaan, dan is het... Oh! Oh! Nou, ik was straks het beginnen dat ik het oh! We zijn nou een half uur verder. Hoeveel staat team Romy? Ze moeten er 7. Het staat 6-0. Het staat gewoon min 6. Min 6. Kom op, gooi met die rooien. Je gaat Romy gooien. Compleet naar Zuid-Somalië. Oh. Je kan hem ook van de baan afgooien. Misschien is hij dan dichterbij. Ja. Dat zijn mijn ballen. Dat zijn mijn ballen. Kom, gun. Dat zijn mijn... Ik wil ook niet. Ja, moet deze tilballen nu hebben. Ja, deze gaan we niet winnen. Hij heeft mijn geluksballen nou. Wingardium Libios. Ha, 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 ha. Back to the Lambo Pizza. We gaan de nieuwe item uitproberen in de McDonald's. Zo, de boel was leuk. Ik heb leuk gewonnen. Dus ja. Ja, moe, jij hebt mijn ballen afgepakt. Ja, daarom heb je verloren. Ik had geluksballen. Ja, die had ik ook. Dat waren ook mijn geluksballen. Dat waren mijn geluksballen. Jij zat aan mijn ballen. Ik niet. Jij zat aan mijn ballen. Jij zat aan mijn ballen. Zo. Mijn ballen. Zo, sweet home Alabama. We gaan weer aderen. Dichtvette, dames en heren. We zijn bij Aderen Dichtvette aangekomen. En wat zei jij? Ik zei, denk jij wat ik denk? Ik denk zeker wat jij denkt. Hallo kindertjes. Het ruikt hier. Het ruikt hier. Wat is dit? Film dit even. Film dit even. Wat is dit? Ik wil het niet weten. Het ruikt hier naar Libyosa. Er worden echt war crimes gevoerd of zo. Het ruikt hier naar diarrhea's, jongen. Niet normaal. Ik ben bang hier. Ik zat hier in. Ik wil hier ook niks aanraken, jongen. Ik voel me echt op mijn gemak hier tussen mijn leeftijdsgenoten. Ja. Ah, ik voel klaustrofobiek, jongen. Het is goor, jongen. Kijk, goor. Heb jij dit ook, dit nieuwe item van McDonald's? Jazeker. Er is een nieuw item uit. Een soort van, ik laat het wel even zien. Je hebt dus een zak hier, daar doe je dus alle friet uiteindelijk in. Zo hartsvlak. Ja, dat kan. Alle McDonald's friet. En dan heb je nog een zakje met paprika erbij. Paprika saus doe je hier in. Zo, dan zit de paprika bij de frietjes hier. Oh, dames en heren, geniet van je vreten. Zo, McDonald's gefroten. Ik heb altijd spijt nadat ik McDonald's eet. Nou, mannen, was gezellig. Ja, bedankt. Ja, hetzelfde. Ja. Yo. Yo. Nou, dames en heren, dat was me toch weer een dag vandaag. Ik zou zeggen, ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker om mij om ons rijk te horen en meer van deze Seat Lambo Pizza mee te maken. Zou ik heel erg waarderen. En dan zie ik jullie weer, strijders, in de volgende video. Bye bye. Spider-Man ding gesloopt.